Stel, we hebben een lithopane. Dat is een foto die 3D uitgeprint is. En als je dan licht erachter laat schijnen, dan komt die foto tevoorschijn. Hier zien we een lithopaan van de zuster van mijn vrouw, die een aantal jaren geleden overleden is. Stel, we willen hier nu een box achter maken met verlichting erin. Hoe doen we dat dan? Dat gaan we in deze video zien. Hoi allemaal. Dit keer een video over hoe je een lithopaan kunt maken. Dat zal ik in het kort laten zien. Er zijn erg veel uitlegvideo's over online te vinden. Maar ik wilde achter die lithopaan een box hebben waarin ook verlichting zit. Nou, u gaat straks zien hoe dit eruit ziet in detail en wat u ervoor nodig heeft. Die onderdelen die we ervoor nodig hebben, dat zijn er eigenlijk maar een paar. Dat is zo'n stukje met een klem voor een blokbatterij. Die blokbatterij die gaat straks hierop komen. Hier is de blokbatterij, die komt straks hierop te zitten. Dan hebben we een zwarte kabel, de min, een rode kabel, de plus. Ik weet, nu maakt het nog niet uit, want kabel en kleur niet zo interessant. Belangrijk is echter wel dat we straks de juiste gaan schakelen. Aan de andere kant namelijk hebben we zo'nzelfde rood en zwart, maar dan met een LED-lampje eraan vast. En wat gaan we dan doen? We gaan die twee zwarte kabeltjes aan elkaar solderen. Dus deze twee, die gaan we, aan elkaar solderen. Daar gaan we natuurlijk een klein krimpkousje overheen doen, ook niet onbelangrijk. En tussen de twee rode kabeltjes, daar zetten we een klein schakelaartje tussen. En dat uiteindelijk zal ons straks datgene geven wat in de box voor de verlichting gaat zorgen. De rest van deze video zal aan elkaar geplakt zijn van verschillende delen. Ik kan er wel van zeggen, de lithopaan die we gaan maken, daar zien we onder andere een linkje onder in de video staan van welke software hiervoor gebruikt wordt. Ik zal ook linkjes plaatsen voor de onderwerpen, voor die onderdeeltjes die ik hier besteld heb en die allemaal van AliExpress natuurlijk afkomen. Er zal ook bij staan bij de lithopaan wat eventueel in de settings aangepast dient te worden en wat niet. Dan hoop ik dat je er ook iets leuks van kunt gaan maken. Misschien wel het belangrijkste, en dat is waar ik zelf de fout in gegaan ben. Pas op dat bij het maken van de lithopaan je hem niet in het negatief maakt, maar in het positief. Alvast heel veel plezier met het kijken van de video. En tot een volgende video. Daag. Alles wat we ervoor nodig hebben, hebben we hier op deze houten plaat liggen. Een schakelaar om hem aan en uit te kunnen zetten. Een krimpkousje om over de bekabeling heen te maken. Dan een stukje rood-zwart bekabeling met aan het eind een batterijklem voor een blokbatterij. En ook de blokbatterij ligt erbij. Vervolgens een rood-zwart kabel met een LED-lampje. Deze LED-lampjes zijn in dit geval wat helder. Ik zou voor dit object liever wat warm licht hebben gekozen. Maar je gaat hem zien met een helder licht. We gaan zo meteen even laten zien wat je ervoor moet gaan doen. Om het geheel te laten werken, moeten we dus een achterzijde voor de lithopaan printen. Daarvoor moesten we de breedte en de hoogte weten, maar ook de dikte van de lithopaan, zodat we in deze box aan de zijkanten een sleuf konden maken waar de lithopaan in geschoven kan worden. De schakelaar komt aan de bovenzijde te zitten, zodat we uiteindelijk hier de schakelaar hebben. Dan een houder voor de batterij. En last but not least iets van waar we ook die lamp aan bevestigen kunnen. Dat zou misschien beter en netter kunnen, maar voor nu voldoet het. Hoe hebben we dit geheel nou ontworpen? Hoi, hier hebben we het ontwerp Infusion 360. Infusion 360 kun je redelijk zuiver ontwerpen. We zien allereerst linksonder de box waar de batterij in komt te zitten. In het midden een soort van plaatje, zodat het makkelijk printbaar is, met een gat erin waar dat LED-lampje doorheen gaat.
We zien ook de sleuf lopen die er omheen zit en bovenin het gat waar de schakelaar in komt. En dat luistert natuurlijk allemaal relatief nauwkeurig. Nou, daar zijn we in elk geval in geslaagd, zodat we hier een keurig object hebben waar we mee kunnen spelen als we straks dat ding printen. Nou, we hebben in een ander stukje van de film al gezien dat die inmiddels klaar is en dat het allemaal past en werkt. Fusion 360 is niet het makkelijkste programma. Misschien dat ik er ooit nog eens een keer wat video's aan wijd, maar voorlopig niet. Dit is even hoe het in Fusion 360 uitziet. Dat is wel een goed vraag.